Dirigent, kantoor, zanger, pianist, muziekdocent. Allemaal woorden die betrekking hebben op de Baarnse muzikus Kees de Bruin. Heeft er een de voorkeur? Ja, ik begin als mezelf toch zanger te noemen, want daar zit mijn opleiding en daar zit mijn eerste liefde. En als je dan een tijdje aan het zingen bent, dan is het heerlijk om je liefde voor muziek door te geven aan andere mensen en mensen mee in beweging te krijgen om ook aan het zingen te gaan. En dat is wat ik nu het meeste doe in de kerk, op school, in het dorp, in Baren. Ja. Wat betekent muziek voor jou? Ik leef voor muziek. Ik ben er de hele tijd mee bezig en ik vind het heerlijk. Al vanaf kinds af aan? Vanaf kinds af aan, ja. Ja. En het is ook mooi te zien als je dat nu weer bij je eigen kinderen weer terug ziet komen. Wat mijn vader mij heeft doorgegeven, dat zie ik in mijn dochters. En wat speelde je vader? Mijn vader speelt viool en mijn oudste dochter speelt ook viool. En ik speel graag piano en mijn jongste dochter speelt graag piano. Nou, heerlijk. En ze zingen allebei. Ja, ik ben sinds een jaar, sinds de oplichting, aan de muziekgarage verbonden. Muziek hier in de kerk, in de Paaskerk, is ook heel belangrijk. Daar probeer ik een rol in te spelen. Mijn kinderen zijn natuurlijk hier in Baarn op school gegaan. En ik vind het heel leuk om op basisscholen, maar ook op middelbare scholen, daar muziekles te geven op projectbasis. En dat doe ik nu ook vaak. De lol die ik aan muziek beleef, die is heerlijk om door te geven. Dus als ik enthousiast over ben, dan merk ik dat mensen in mijn omgeving ook enthousiast worden. En dat is een wisselwerking. Dan maak je samen iets moois, dan komt er iets moois uit. En kan je iets mensen boven zichzelf uit laten komen. Fijn, mooi. Die melodieën, prachtig. Heb je nog andere plannen om Baarn op muzikaal gebied tot nog grotere hoogte te brengen? Nou, ik heb vorig jaar voor het eerst een activiteit in de speeldoos meegemaakt. Baarn on Stage. En dat was geweldig leuk om daar weer met verschillende mensen iets samen neer te zetten. Het was een groot succes. Van jong en oud, allerlei muzikale talenten konden hun talent laten zien. En dat was een plek waar ik nog niet heel veel geweest was, de speeldoos. En dat hoop ik dat in de toekomst dat meer gaat komen. Je hebt ook in het operakoor gezongen. Ja. Kan daar iets over vertellen? Ja, dat was een heerlijke tijd om 10 jaar lang in Amsterdam in het muziektheater in allerlei grote producties mee te draaien. Met beroemde dirigenten te kennis te maken. En om die hele beroemde stukken die je altijd wel eens een keertje gehoord hebt, maar waar je zelf nooit zeg maar, deel hebt uitgemaakt, om daar dan in mee te draaien en dat te beleven. Toréador, toréador, oui, songe bien, oui, songe en son bâton, que l'œil noir te regarde, que l'amour t'attend, toréador. December, dat was een hele drukke maand voor je, want vertel eens wat je toen allemaal wel niet hebt gedaan. Nou, kerst is voor een kerkmuzikus altijd al verschrikkelijk druk en ook buiten Baarn heb ik een aantal activiteiten gehad die mijn aandacht opeisten. Maar in Baarn hebben we ons beperkt tot een musical aan de Amalia Astro. Hebben we de gewone kerstviering gehad, gewoon zoals het in de Paaskerk met toeters en bellen gaat. We hebben het Christmas Stories gehad in de Laanstraat met de winkeliersvereniging en met de muziekgarage en met de toneelgroep. En dat was een groot spektakel. En op kerstavond hebben we hier nog een Scrooge-avond gehad. Een toneelvoorstelling met Engelse kerstliederen die ook heel leuk was. En iedereen kon meezingen toen op die avond? En iedereen kon meezingen, ja, op die avond, ja. Thank you.
vond je het, want ik heb je toen door de Laanstraat zien lopen met een zangkoortje, prachtig verkleed. Ja. Hoe was dat om te doen? Ja, heerlijk. Veel van de kerstsfeer, maar dan ook in kleren en dan op verschillende plekken met decors die daarbij passen. Muziek die daarbij past en mensen die enthousiast worden van de goede sfeer. Vaak heb je nog niet hetzelfde repertoire gezongen toen die dag. En vrijdagavond en zaterdag. We hadden geloof ik iets van 7 liederen. En we zijn zaterdag 3 uur bezig geweest. En vrijdagavond 2 uur. Dus ik denk dat ik aardig wat herhaling heb gehad. Ja, ze zitten nu wel in je hoofd. Ze zitten nu goed in mijn hoofd, ja. De Paaskerk, dat zei je al, dat is een belangrijke bezigheid voor jou om hier het zingen op een hoger niveau te brengen. En eigenlijk is het zo dat er geen andere plek is waar je met zoveel verschillende mensen zingt. Hoe belangrijk vind jij het zingen in een kerkdienst? Nou, dat is een mooie plek. Mensen komen niet in eerste instantie voor de muziek. Het is zeg maar tussen aanhalingstekens een mooie bijzaak. Maar als je daar mensen in mee kan krijgen om hun gevoel en hun geloof in woorden en in gevoel, want dat is muziek ook heel veel te brengen, dan is dat iets heel moois. Er wordt een preek verteld met woorden en dat gaat via de hersens. En muziek gaat via het hart en die combinatie die is wel heel erg belangrijk. Mensen moet je meekrijgen, niet alleen in gedachten, maar ook qua gevoel. En muziek kan een belangrijke rol in spelen. En dat geldt voor jong en oud. Ik bedoel, je denkt dat misschien in de kerk alleen oude mensen zitten, maar de kinderen die willen er ook graag bij hebben. En als je die ook muzikaal een plek kan geven, dan heb je iets heel moois voor elkaar. Wat ik in de kerk heel leuk vind, dat is best wel spannend. Dat we sinds 40 jaar een nieuw liedboek hebben. En nou ja, mensen houden niet zo erg van verandering. Die houden het liever bij het oude en vertrouwde. En zo'n liedboek, dat is wel iets heel moois wat je nu in je handen krijgt. Maar ja, je moet mensen aan de hand nemen om zich daar, zeg maar, ook hun hart daarin in te geven. En nou, dat proces, dat hebben we de afgelopen maanden nu een beetje meegemaakt. Zou je kunnen zeggen dat muziek in heel Baarn eigenlijk een grote rol speelt? Ja. Het is een cultureel dorp, er gebeurt heel veel. En mensen zijn bereid om naar dingen te komen luisteren. Als je kijkt wat er aan concerten plaatsvindt, dan is dat van een heel hoog niveau en op verschillende plekken. En ik denk dat je niet eens een dorp uit hoeft om elke avond, nou niet elke avond, maar om elk weekend naar een mooi concert te gaan. Dat je dan eigenlijk het dorp niet uit hoeft. Er gebeurt heel veel. Ja.